We zijn er wel 1,5 jaar verder sinds het nieuwe collegeakkoord. En 1,5 jaar verder sinds het begrip burgerparticipatie. Zijn intrede deed in ons dagelijks leven en ook in ons werk als raadslid. Het college probeert hier invulling aan te geven door middel van onder andere wijkregisseurs. Als raad hebben wij hier ook invulling aan proberen te geven het afgelopen jaar. Door als jaarthema het thema wijk en buurt te kiezen. Dit heeft ook geleid tot mooie en nieuwe initiatieven. Waarbij wij als inwoners meer dingen willen oppakken. Als GroenLinks-fractie hebben we op onze eigen manier invulling proberen te geven aan burgerparticipatie. Door middel van onze motie Write the Challenge. Dit heeft ook geleid tot nieuwe initiatieven. Een voorbeeld daarvan is het persoonsgebonden budget leerlingenvervoer. Een grote groep ouders wilde voortaan zelf het vervoer regelen voor hun kinderen. Ze hebben ook aangegeven hiervoor een klankbordgroep op te richten. Dit voor de communicatie met het college. En ook als ondersteuning voor ouders die er niet zo goed in staat zijn. De eerste reacties laten zien dat alle ouders op tijd het vervoer hebben kunnen regelen. En ook druk bezig zijn met het opzetten van een klankbordgroep. Dit is een mooie vorm van burgerparticipatie en ook een mooie uitwerking van het Write the Challenge. Een kanttekening bij deze kanteling is dat burgerparticipatie en de zelfredzame samenleving een populair verzamelbegrip is geworden. Wat begon als samen staat centraal, lijkt soms af te wijken naar de inwoner staat alleen. We moeten ervoor waken dat we de balans niet verliezen. We vragen veel van onze inwoners en dit moet niet leiden tot overvragen. We moeten faciliteren en vooral ook een vangnet gaan vormen voor juist die mensen die het niet aankunnen. Een voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld de bezuinigingen op de speeltuinen. Wij maken ons zorgen over de onderhoud en de toekomst van de speeltuinen. Dit doordat de insteek vanuit het college steeds alleen het bezuinigen is geweest. We missen een visie of op zijn minst een herzien beleid met betrekking tot de speeltuinen. Het speelbeleid Nota van Tiel dateert uit het jaar 2005, en we zijn inmiddels 10 jaar verder. We willen dat het duidelijk is voor de inwoners hoe het verder moet vanaf begin 2016, als de bezuiniging zijn intrede doet. Zoals de Partij van de Burgers het net al aankaartte, dragen speeltuinen ook bij aan de gezondheid van kinderen. Ze gaan immers meer bewegen en ook aan de sociale cohesie. Daarom vinden we het ook verbazingwekkend dat de partijen die bewegen belangrijk vinden, zoals CDA net aankaartte, onze motie omtrent speelvoorzienend beleid niet mee indienen. Tip ook aan het college, betrek hierin ook de inwoners, vooral de kinderen bijvoorbeeld, en communiceer duidelijk waar de mensen aan toe zijn. Maak gebruik van co-creatie. GroenLinks is er ook voor de kwetsbare burgers. De decentralisaties zijn al afgerond, waardoor nu een periode aanvangt van luisteren en zo nodig bijsturen of ingrijpen. We moeten een goed vinger op de pols houden en ervoor zorgen dat er voor de meest kwetsbaren altijd een vangnet is. Luisteren en een goede communicatie zijn hierin de sleutelwoorden. Wethouder Melissen gaf destijds tijdens een commissie aan dat luisteren niet betekent ook toegeven aan de wensen van de inwoners. Daar zijn we het mee eens, maar luisteren betekent ook niet halsstarrig vasthouden aan eigen opvattingen en ideeën. Luisteren betekent ook begrijpen wat er gezegd wordt en meeveren met de inwoners. Soms gaat het mis met de communicatie. Het meest recente voorbeeld hiervan was toch wel de Tulpstraat. De inwoners van de Tulpstraat moesten herhaaldelijk inspreken in de commissie om eindelijk een keer de aandacht te krijgen. Ze vonden dat ze niet gehoord werden, waar ze achteraf ook gelijk in hadden. Misschien is het wel tijd voor een soort van communicatiestappenplan, als die al niet is, als leidraad voor het college en de ambtenarij richting de inwoners. Het is lastig om als gemeente keuzes te gaan maken in de uitgaven in je zorg, wanneer er door de overheid gekort wordt in je budgetten. Als gemeente heb je dan natuurlijk minder geld om uit te geven aan de kwetsbare groepen. Dit vraagt om slimme keuzes en dat erkennen wij als GroenLinks ook. Maar dat betekent niet dat bepaalde groepen, dus de kwetsbare groepen, hieronder hoeven te lijden. Om de kwetsbare groepen in Tiel te ondersteunen, dienen we de motie van de ChristenUnie mee in met betrekking tot de armoedepact. En ook de motie van P van de Burgers met betrekking tot de voedselbank. We vinden het schandelijk dat we nog steeds mensen zijn die naar de voedselbank zouden moeten gaan. Als GroenLinks hebben we zelf dit jaar tijdens perspectievennota een motie ingediend over de compensatieregeling eigen risico, chronisch zieken en gehandicapten. Het college heeft deze motie uitgewerkt en is met een voorstel gekomen waarin deze regeling is onderverdeeld in 3 verschillende categorieën, wegens het budgetten. Dit is gebeurd in co-creatie met de WMO-raad. Wij hopen dat dergelijke co-creatie in de toekomst vaker zullen plaatsvinden en ook op een verantwoorde manier. Wij vinden de SER een belangrijke regeling en zien het ook als een taak van de gemeente om hierin te blijven voorzien. Dit vooral ook om armoedeval te voorkomen. Tijdens de beeldvormende avond over een Nibud-rapportage is gebleken dat de grootste kans op armoedeval bestaat in de 120% categorie. Wij willen voorkomen dat de inwoners die het nu financieel net redden, hierdoor in de armoedeval terecht zouden kunnen komen.
Daarna moeten we goed vinger op de pols houden en zo nodig bijsturen naar een evaluatie van deze regeling. Wat duurzaamheid betreft hebben we een grote inhaalslag te plegen. Laatst is in een commissiebestuur gebleken dat de doelstelling van 10% duurzame energie in 2020 toch erg ambitieus is. Er waren geluiden van andere partijen te horen die vroegen om een hoger percentage duurzame energie. Maar wel met, wij omarmen natuurlijk die geluiden, maar wel met de kanttekening dat het allemaal haalbaar en realistisch moet zijn. Het heeft geen zin om als gemeente een percentage van 25% te hebben om er halverwege achter te komen dat deze toch niet haalbaar is. Er worden al aardige stappen gezet om deze doelstelling te halen. Denk hierbij aan de uitvoering van onze motie zonnepanelen op overheidsgebouwen. En vanaf januari 2016 het in werking treden van het revolverend energiefonds. Moeilijk begrip, maar perfect initiatief. Tevens wil het college meer inzetten op zonnepanelen om deze doelstelling te halen. Dat omarmen wij dan ook. En dan, voorzitter, komen we aan bij het slotstuk van onze beschouwingen. De fietsveiligheid in Tiel. Als GroenLinks hebben we na het indienen van onze motie over de fietsveiligheid niet stilgezeten. In maart hebben we een fietspadenmeldpunt opgericht, wat heeft geleid tot veel reacties van inwoners. Onze motie daarover is tijdens de perspectievennota aangehouden, omdat het college meer tijd wilde om al deze locaties uit te werken. We willen de ambtenaren hierbij bedanken voor hun tijd en inzet voor de serieuze uitwerking van deze locatie en ook voor de antwoorden op onze vervolgvragen. Als GroenLinks hebben we verder goed nagedacht wat we verder wilden met deze uitwerking. Als het aan ons ligt, willen we natuurlijk dat alle genoemde locaties die aanpakwaardig zijn, ook daadwerkelijk verbeterd gaan worden. Zoals bijvoorbeeld de Protio een mooie plaats net had, de wortelopdruk op de Siependaallaan of de hobbels op de Laan van Westrooien. Maar helaas hebben we daar het geld niet voor. Het viel ons wel op dat er bij een aantal locaties werd erkend dat er een verbetering mogelijk is, maar er geen oplossing voorhanden is. Als GroenLinks willen we toch wat met deze locaties doen. Vooral doordat het reacties zijn die vanuit inwoners binnen zijn gekomen. En dit dan betekent dat in hun beleving de genoemde fietspaden onveilig dan wel onvriendelijk zijn. Hierom komen we vanavond, of vandaag, sorry, met een amendement waarbij we vragen om geld vrij te maken voor het afmaken van de Passewijze Hogeweg. Dit doordat het geld hiervoor aanvankelijk was opgenomen in de business case van Buurt 7, maar nu nergens meer te vinden is. Wij willen ook vragen aan het college waar het geld dan nu is. Dat heeft ook geleid namelijk dat de weg in een fysieke slechte staat verkeert. Voor de ontsluiting en het vervrijen van het geheel van buurt 7 is het belangrijk dat het fietspad wordt afgemaakt. Tevens komen we vanavond ook met een motie waarbij we vragen om een second opinion voor de locaties voor de Kijkuit en de Gasthuisstraat. Voor de Kijkuit is vaak genoemd als een fietsgevaarlijke locaties waar de ambtenaren van Tiel aangeven zelf geen oplossing voor te hebben. Deze second opinion kan bijvoorbeeld verricht worden door studenten als een afstudeerstage en kan tevens nieuw licht werpen op de verkeerskundige situatie. Het kan dan hopelijk leiden tot een verkeersveiligere situatie voor zowel fietsers als automobilisten. Wij willen hiermee recht doen aan de reacties die zijn binnengekomen in ons meldpunt en ook aan de bepaalde gevoelens van onveiligheid die heersen onder de inwoners. Ik wil ook afronden met het geven van een virtuele afstandsknuffel aan de VVD. Wij dienen hun motie met betrekking tot fietsenstallingen in de stad mee in. En we vinden het ook mooi om te zien, het is ook deugd, dat de onderdelen van onze fietsvisiemotie van vorig jaar zo toch stap voor stap worden uitgewerkt door andere partijen. Dank u wel, meneer de voorzitter.